tot en met de vierde snij ben ik tevreden. We hopen dat de meisoogst en de laatste snede gras ook nog goed binnenkomen. En dan kunnen we het rassoen in elkaar knutselen voor de koeien. Nou, welkom op het melkveebedrijf Snelting. We hebben 120 melkkoeien, 80 hectare of 80 stuks jongvee. We hebben 45 hectare grasland en 10 hectare maisland. Ik probeer 5 keer op jaar te kuilen, het gras te kuilen. Dus op dit moment zijn we ook bezig met de 45 hectare in één keer te kuilen. Het is de vierde snede en het is prachtig weer bij, dus dat loopt voor nu wel goed. Het groeiseizoen was in het begin van het jaar wel even snel werken. Het is hollen en stilstaan. We hebben toch het geluk gehad dat we op het juiste moment gemaaid hebben dat we met inkuil goed weer hadden. We hebben toch relatief de meeste percelen hebben ook de eerste keer ook meteen kunnen maaien. Het was wel nat, maar 3 hectare hebben we niet kunnen maaien, daar was het te nat. We hebben ook op tijd kunnen maaien. De kwaliteit van het gras is op zich, naar mijn idee, goed. Niet te lang en toch nog wel eiwit in. Sinds een aantal jaar doe ik een toevoegmiddel bij bacteriën bij het gras. Dit jaar heb ik al bij alle sneders gras bacteriën bij gedaan. Ik ben toch van mening dat het voor de conservering helpt. Snellere omzetting, dat de kuil snel klaar is met de conservering. Wat dan als voordeel heeft, dat je met het uitkuilen, met het voeren, minder broei hebt. En langer de smakelijkheid behoudt. Zodoende dat ik toch dit jaar helemaal overgestapt ben met toevoegen van de bacteriën. Ik hoop dat dat goed blijft gaan. Dit jaar is een behoorlijk groeizaam jaar en toch kan ik niet zeggen dat de kwaliteit beter is. Dan vraag ik me af, wat is nou fijn een droog jaar waar je wel goede kwaliteit hebt, dat kleine beetje wat aan groeit. Of zo'n jaar waar je genoeg hebt en dan geen kwaliteit. En dat is heel lastig voor ratsoenen en je moet ieder jaar maar een goed ratsoen maken voor de koeien. Wij voeren 60% gras, 30% mais en 10% pestbulp. Die pestbulp dat doe ik met name ook om de stabiele factor in het ratsoen. Samen met de mais is dat jaar rond stabiel en het eerste instabiele is eigenlijk het gras. Wat je wel probeert zo goed mogelijk in de kuil te krijgen, maar dat, af en toe lukt dat ook niet. Het is voor het rassoen ook veel makkelijker om het aandeel gras en pestbulp te verhogen en minder gras. Maar ja, op een gegeven moment met de derogatie zit je dan met graskuilen die ook er doorheen moeten. Ja, en dat is nog wel eens lastig in een puzzel.